Het Stedelijk Museum in Amsterdam is bezig met een grootscheepse gedaanteverwisseling. Het oorspronkelijke gebouw, in 1895 ontworpen door architect Weisman, voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. In 2004 gaat de gemeente akkoord met een spraakmakend ontwerp van Benton Crowell architecten, dat intussen de volksmond tot badkuip is gedoopt. Het bestaande gebouw wordt tegelijkertijd gerenoveerd. Op Oudjaarsdag 2003 sloot het museum voorlopig de deuren. Het gebouw werd leeggeruimd. Vloeren, wanden en andere onderdelen werden gestript, aangepast en opgeknapt. Eind mei 2010 is de renovatie zo goed als afgerond. In de jaren daarvoor volgde fotograaf Jan Theun van Rees de transformatie. We worden ontvangen door een gelukkig man die tijdens de verbouwing als een van de weinigen dagelijks mocht rondlopen in een van de mooiste gebouwen van de stad. Ik ben aanvankelijk op eigen initiatief begonnen het museum te fotograferen na de verhuizing. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd hoe zo'n museum eruit ziet als er niks meer is. En als het eigenlijk ook zijn functie verloren heeft. Dit is december 2006. En dit is dus deze hoek van de erezaal ook. Met hetzelfde doorzicht. Een prachtig kleurenschouwspel als je het afzet tegen hoe de ruimte er nu uitziet. Ja, het was echt een hele openbaring wat er allemaal achter die muren vandaan kwam. En het had eigenlijk ook wel zo mogen blijven. Nou, dat lagen ze natuurlijk ook niet, hoewel die luchtroosters in mijn herinnering toch wel een grote bron van de vertier waren, omdat ze dat ongelooflijk piepten. Ja, en vooral dus die doorgang die er nog is, nu op deze foto, naar de Zandbergvleugel. Ja, dat is die glazen deur. Dat glazen deurtje, ja, daar kwam je in die luchtbrug uit en dan... Het werk van Neil Tironi had dat aan de linkerkant erachter. Ja. Ooit viel er een zaadje in het dakgoot en toen groeide er een boom. Ja, uiteindelijk wel. En als er natuurlijk een goede humus ligt in die dakgoot, dan wil zo'n boompje kennelijk wel wortel schieten. En dat heeft hij met veel enthousiasme gedaan. Dus toen hadden ze bij de renovatie grote problemen om dit weg te werken. Het was natuurlijk ook al 3 jaar nadat het museum gesloten was. Hè. Dat was al 2006, 2007. De boom zelf was al weg? Dat weet ik niet, dat heb ik eigenlijk niet gecheckt. Ja, toen zullen we ze hem wel weggehaald hebben. Maar die vochtresten die waren erg hardnekkig en hebben ook lang gebleven. En, dus bij de bouw werd de hoekzaal daar ook aangeduid als de groene zaal. Het verval en de vergankelijkheid, dat is natuurlijk altijd prachtig om te zien. Maar wat mij vooral aanspreekt, ook van de plek zoals het hier was, is dat ook als het gestript is, is het nog steeds een ruimte die compleet is. Dus een vervallen boerderij is natuurlijk leuk, want dan zie je alleen maar nog restanten en overblijfselen van alles wat geweest is en niet meer is. Maar het mooie vind ik ervan dat het dus wel een compleet gebouw blijft. En zo probeer ik die ruimtes ook altijd te fotograferen. Ja, dat heeft ook te maken met de film? Nee, dat zit in de koepel. Oh, dat is in de koepel, ja. Ja, dat zijn gaatjes en beschadigingen. Volgens mij is daar een baksteen uitgevallen. Oké, ja. En je loopt daar vooral in. Je loopt ook nog een barst. Ja, ja, ik zie het. Ja. Ja. Het is grappig. Maar wat ik vooral leuk vind, hier zijn twee dingen. Ten eerste is dus dat je kunt zien dat die oorspronkelijke ruwe muur, die we op al die foto's zagen, dat die echt is ingepakt in de... Je ziet hem echt gewoon... Dus dat je weet van ja, het zit er echt nog wel achter. En tegelijkertijd dat je ziet dat die twee rode rechthoekjes, vierkantjes in de doorgang, dat daar dus inderdaad een brandslang achter zit. Ja, precies. Die brandslang die zit daar nog steeds. Dat hopen we dan maar, ja. Wat gaat er nu mee gebeuren? Dat is onbekend. Ik heb het wel aangeboden dat ze ze kunnen gebruiken, maar daar is nog geen reactie op. En, ik kan me zo voorstellen dat ze allemaal zo hun plannen hebben. Het leukste vind ik eigenlijk wel omdat ik hierin gerold ben uiteindelijk door zeg maar verborgen ruimtes te fotograferen. En dat doe ik ook nog steeds bij voorkeur. En dan, ja goed, als je het dan stiekem heimelijk, zou ik maar zeggen, toch een tentoonstelling noemt, is het ook wel weer heel leuk dat het natuurlijk toch een verborgen tentoonstelling is. Dus als je hier langs het gebouw fietst, dan weet je in ieder geval wel dat het er binnen is, maar je kunt het toch niet zien. Ja. Maar goed. Het oude gebouw is klaar om te worden ingericht voor een tijdelijke tentoonstelling die eind augustus opengaat. De Temporary Stedelijk. Intussen schrijdt de nieuwbouw voort.
Naar verwachting gaat het Stedelijk Museum in zijn geheel vernieuwde gedaante open in september 2011.